Marcelencio Esaias, we staan hier 2 dagen voordat de competitie van de onder 21 weer begint. Ja. Hoeveel zin heb jij erin om weer wedstrijden te gaan voetballen? Ja, ik heb echt weer zin. Het is al een jaar geleden bijna dat we onze laatste competitiewedstrijd hebben gespeeld. Dat was Heerenveen uit. Het is al een jaar geleden, zoals ik al zei. En ik verheug me erop om weer te beginnen aan de competitie. Toen corona roet in het eten gooide vorig jaar, toen stonden jullie tweede. Dat was heel knap. Denk je dat er zoiets weer erin zit voor jullie elftal? Ja, zeker mogelijk. We hebben weer een sterke ploeg. Veel nieuwe jongens erbij, maar ze zijn gewoon goede spelers. Dus ik denk dat het weer mogelijk is om weer bovenaan mee te draaien. Hoe hebben jullie het afgelopen jaar de focus behouden en ook in de voorbereiding nu weer naar dit seizoen toe? Was dat lastig soms? Of? Ja, was zeker lastig. Je hebt geen wedstrijden natuurlijk. Je verheugt ze natuurlijk altijd als je maandag traint op een wedstrijd zaterdag. En dat hadden we nu niet, dus je moest scherp blijven. Gewoon elke dag denken van ik wil beter worden, maar ik ben blij dat we weer mogen. Nou, en we spreken elkaar nu na een training van het eerste elftal. Dat zegt al wat over jouw ontwikkeling, denk ik. Maar hoe kijk je zelf naar je eigen ontwikkeling de afgelopen tijd? Ja, ik ben blij dat ik hier mag zijn, dat ik mee mag trainen, een beetje proeven hoe het hier voelt. Dus het is wel mooi, ja. Ik doe mijn ding gewoon, ik probeer mijn best te doen en hopelijk ga ik hier blijven als het kan. En wat verwacht je zelf van jezelf het komende seizoen? Ja, voor hoe het er nu uitziet, gewoon dat ik hier mag blijven trainen, zo lang mogelijk. En mijn wedstrijden gewoon bij de onder 21 gewoon goed gaan invullen en dan houd ik vanzelf zien wat er gaat gebeuren. Op heel veel succes zaterdag. Dank u wel, dank u wel.